heb zo'n leuk gesprek gehad met Dennis Verheijen. En Dennis Verheijen, dat is een van de allerbeste cameramensen die Nederland op dit moment heeft. Hij heeft heel veel in Amerika gewerkt met Mouthaan, met Erik Mouthaan. En hij is nu weer terug in Nederland. Het is een ontzettende lieve cameraman, maar ook heel sensibel. Hij weet precies hoe die werkt. En ik vind het wel leuk om af en toe Ibert naar bed te brengen. Maar je ziet eerst nu het gesprek dat ik met hem had in zijn hele fijne woning in Amsterdam-West. Gaat u mee naar Dennis Verheijen? Je woont hier mooi, hè? Ja, dankjewel. Ja. Ja. Ik ben er wel tevreden mee. Het is net een beetje klaar, ongeveer nu. Want hoe lang woon je hier nu? Ik woon er 4 maanden ongeveer. Maar ik ben tussendoor weer voor 3 maanden naar New York terug geweest. Dus het is een beetje op en aan. Ja, want hoe lang ben je in New York? Hoe lang heb je daar gewerkt? Ik heb er ruim 3 jaar gewerkt. Ja. En je zat daar voor RTL Nieuws, hè? Ja, het RTL Nieuws, ja. Met Erik Mouthaan, de correspondent voor RTL Nieuws in Amerika. Ja. En daar heb ik 3 jaar mee samengewerkt. Maar dat is natuurlijk ook, dan sta je wel onder druk ook natuurlijk, toch? Want je moet dan per se heel snel een item afmaken. Soms wel. Het kan gebeuren dat je 's ochtends wakker wordt gebeld als er breaking news is. En dan moeten we dus voor 2:30, want om 2:30 smiddags in Amerika is het hier 8:30. Dus dan begint het RTL Nieuws. Moeten we voor 2:30 smiddags in Amerika een item gemonteerd hebben. Misschien nog wat interviews gedraaid hebben. Dus dan kan het heel druk zijn. En andere dagen dan heb je gewoon de hele dag de tijd om iets moois in elkaar te monteren. En dan hoeft het niet meer per se meteen al in de uitzending. Nee, dus dan, dat is dan, en wat vind je prettiger dan? Ik vind de afwisseling wel leuk eigenlijk. Soms is het leuk om even in die rush te zitten van dat je een deadline moet halen. En dat het gewoon druk is en er gebeurt iets. En spannend haal je het wel of niet. En soms is het ook wel leuk om natuurlijk wat meer tijd te besteden aan je werk. Ja, en hoe is die Erik Mouthaan? Heel aardige kerel. Ja. Ik zou eigenlijk maar voor 1 jaar naar New York gaan in eerste instantie. En toen na een jaar toen zei mijn baas tegen me van, oh ja, vind je het leuk en wil je niet nog een jaartje blijven? Nou, en ik had het prima naar mijn zin en het ging allemaal goed ook met werk. Dus ik zeg, nou, ik blijf nog wel 1 jaar. En toen daarna vroeg ze, wil je niet nog een jaar blijven? Dus uiteindelijk zijn het 3 jaar geworden. En je hebt hier, zie ik ook, een computerstand. Ja. Want je hebt heel veel mensen ontmoet ook, hè? Ook onder andere Obama. Ja, ik ben 2 keer geloof ik in de Oval Office geweest in het Witte Huis. 1 keer kwam premier Balkenende op bezoek bij Obama. En de 2e keer kwam Rutte op bezoek bij Obama. En dan mag een delegatie van de Nederlandse pers ook daar naar binnen om te filmen en wat vragen te stellen. Ja. Dus ik was 2 keer inderdaad zat ik op mijn knieën in de Oval Office Obama te filmen. En is Obama dan ook aardig tegen jou? Het is niet zo dat je elkaar een handje geeft en uitgebreid gaat kletsen of zo. Het is echt, de media wordt naar binnen geduwd, zal ik maar zeggen. En ze zitten daar al klaar en je zorgt gewoon dat je zo snel mogelijk een mooi plekje krijgt. Dat je het allemaal goed kan filmen en dan gaan ze gewoon even, weet je wel, een algemeen praatje doen. En dan mogen er 2 of 3 vragen gesteld worden en dan gaan de lampen uit en dan word je ook weer zachtjes naar buiten gewerkt. Ja. Maar het is denk ik wel een heel aardige man, ja. En je kunt natuurlijk wel zien of hij Balkenende leuker vindt of Mark Rutte. Nou, Balkenende was heel zenuwachtig toen wij daar waren. En Rutte die kwam inderdaad wel veel relaxer over. Want waar merk je dan dat Balkenende zenuwachtig is? Volgens mij, dat is een goede vraag. Dan zou ik even de beelden terug moeten zien. Dan kan ik me niet zo 1, 2, 3 herinneren meer. Maar ik kan me wel herinneren dat, volgens mij was er in de Nederlandse media toen ook wel wat reuring over. Dat hij een beetje een soort van schootrondje van Obama was. Ja, maar dat was toen met Bush volgens mij ook. Hè, dat die, ja. Was die toen was hij ook, werd hij ook als een soort schootrondje precies, ja. Behandeld. Ja. Zo. Dat, ik heb nu je oog helemaal close. Ben je zo close? Ja. Ik had een beetje, ik weet niet of je het ziet, maar ik werd gisteren wakker en mijn oog zat helemaal dicht. Ik denk dat ik door een mug gestoken was. Nee, dat dus misschien dat hij een beetje hangt vandaag, maar... Nee, het ziet er heel goed uit. Gelukkig, dankjewel. Ja, ja, ik vind het altijd wel leuk, maar dat heb jij natuurlijk nog veel meer. Dat wat je door de camera ziet, dat de werkelijkheid ineens is ook, hè? Nou ja, ik heb het juist altijd andersom. Oh. Want als je door de camera kijkt, lijkt het minder werkelijkheid eigenlijk. Ik was bijvoorbeeld in Haiti 2 jaar geleden, geloof ik, toen die aardbeving daar was. Ja. En daar liggen natuurlijk allemaal dode mensen op straat en zo. En je ziet toch wel wat akelige dingen. Maar juist als je door de camera kijkt,
is het, ja, wordt het minder werkelijk of zo? Dan trek je er minder van aan. Ja, of zo, dan. Ja, of misschien komt het ook omdat je toch met je werk bezig bent en je kijkt er meer vanuit een professioneel blik naar. Ja. Maar, ja. Maar heb je dan niet de neiging ook, of die neiging heb je dan juist niet om mensen te helpen natuurlijk? Want je bent met de aardbeving aan het filmen. Nee. Nou, dat is een goede vraag eigenlijk. Kijk, je probeert natuurlijk wel, als we hadden bijvoorbeeld flesjes water bij ons en zo en wat eten voor onderweg. En kijk, als er daar een paar kinderen inderdaad langs de weg staan en die interview je bijvoorbeeld even, dan geven ze wel even een flesje water van, nou weet je wel, als dank voor de hulp en zo. Maar ja, als je in zo'n rampgebied bent, dan kun je natuurlijk ook niet, ja, ons werk is eigenlijk om aan Nederland en van de rest van de wereld te laten zien van hoe de toestand is, zodat mensen juist hulp kunnen sturen. Ja. Dus ja, als ik mijn camera weg zou leggen en alleen maar mensen zou gaan helpen, dan gebeurt dat ook niet natuurlijk. Nee, maar dan geef je wel zo'n kind, geef je dan wel een flesje water. Ja. Maar een oude vrouw niet. Ook wel bijvoorbeeld. Oh. Ja. Nee, niet alleen kinderen. Nee, maar dat is ook je werk. En dat besef je ook natuurlijk. Nee, maar wat je ook zegt, als je door de camera kijkt, dat het een andere werkelijkheid is. Je hebt hier. Ik heb wat foto's en een paar filmpjes opgezocht. Wil je er een paar zien? Ja, graag. Even kijken hoor. Nou, dit zijn een paar foto's van mijn werk in Amerika. Dit was bij Neverland. Dat was net nadat Michael Jackson overleden was. Oh. En toen kregen wij een rondleiding op Neverland. Waar hij dus een aantal jaar, of ja, een groot deel van zijn leven gewoond heeft. Dus dit is het toegangshek naar zijn huis en het hele verblijf en de dierentuin. Dus, en ik was als kind altijd heel groot fan van Michael Jackson. Ja. En opeens stond ik daar in de slaapkamer van waar hij ooit geslapen heeft. Dus dat was wel heel raar. En dan even kijken. Dit is The Naked Cowboy. Die staat altijd op Times Square in New York op zijn gitaar te spelen, half naakt, als toeristische attractie. Oh, en die had ruzie met deze dame. Die noemde zichzelf The Naked Cowgirl. En die stond daar ook op te treden. En dat was een beetje concurrentie, dus daar was de Naked Cowboy niet zo blij mee. Oh, dit is Erik Mautaan. Dit is Erik Mautaan hier zo, ja, dat klopt. Dit is een foto in Chili. Daar waren wij aan het filmen toen een aantal mijnwerkers vastzaten in een mijn daar onder de grond. Oh ja, dat weet ik ook nog wel. Ja. Dit is een mooie foto die ik vanaf het hotelkamer heb gemaakt toen wij in Hawaii een tijdje aan het draaien waren. En dat geniet je ook wel. Ja, nou, we zijn er natuurlijk wel om te werken, dus, maar als het kan, dan proberen we wel even te genieten. Ja. Als we daar een paar uurtjes tijd voor hebben. Nou, dit is een orkaan, die was in Missouri, als ik het goed heb, in Amerika, langs, die had haar huis gehouden, dus een heel dorp lag daar aan stukken. Hier zit ik even te genieten weer van het uitzicht op de Grand Canyon, nou, waar dus wij ook aan het filmen waren. Prachtige foto ook. Ja, absoluut. En had je toen al een vriend? Oh, dus ja, dit ben jij. Ja, met die andere foto. Deze had ik al een vriend. Ja, ik denk het wel eigenlijk hier. Ah ja, want je zit helemaal weg te dromen. Ja, precies. Ik zit aan het te denken waarschijnlijk. Ja, en ik heb jou ook nog gefilmd eerder dit jaar. Ja, en een interview gedaan. Voor één vandaag. Voor één vandaag was dat, ja. Leuk. Ja. Hier ben ik in Guatemala. Ik ben ook in Zuid-Amerika een aantal keer geweest, in Mexico. Oh, ja. Nou, hier zit Obama met Rutte en ik sta hier met mijn camera. Het is een beetje ver weg, moeilijk te zien. Oh ja, ja. Een Nederlandse fotograaf heeft die foto geloof ik van ons gemaakt. Dit is op de Democratische Conventie, daar hebben we ook weer Obama gefilmd. Een mooie foto. Ja, ik zat onderaan het podium te filmen en een paar foto's te maken. Dus ik zat echt op 20 meter afstand van Obama. Ja. Nou, dit is waar ik gewoond heb in New York. Dit is het uitzicht vanaf het dak. Dus dit is echt de skyline. Mooi zeg. Maxima niet trouwens. Die was ook nog met Willem-Alexander in New York een week toen New York, de stad, 400 jaar geleden door de Nederlanders gesticht werd. En die waren daar een week lang om dat te vieren. Dus toen hebben we ook nog een interview met Maxima en Willem-Alexander gefilmd. Ja, je ziet wel veel. Ja, absoluut. Ik heb er 3 jaar gezeten en ik heb volgens mij de helft van alle Amerikaanse staten wel bezocht. Ja. Dus ik heb er ook nog een hoop te gaan, maar. Want jij bent heel enthousiast, hè? Je hebt ook wel cameramensen die gewoon echt alleen maar hun vak uitoefenen
en waar geen passie bij zit. Maar jij hebt wel de bevlogenheid die nodig is. Dat hoop ik wel, ja. Nou ja, zolang je veel mag reizen en het leuke is, je komt altijd op plekken waar je anders nooit zou komen. Kijk, als je heel dag op kantoor zit, ja, misschien heb je dan ook een leuke baan. Maar ik vind het juist leuk dat ik geen kantoor heb en dat ik iedere dag weer ergens anders ben. Kijk, ik was toevallig gisteren in Amsterdam aan het filmen. Die stond ook opeens voor het masker van Tutankhamen. Oh ja. Die is toevallig nu in Amsterdam. En dan dat had ik eigenlijk ook al heel mijn leven graag een keer willen zien. En dan opeens gebeurt me dat omdat ik voor mijn werk dan moet filmen. Ja, dat is waar. Dus je komt altijd onverwacht op hele aparte plekken. Ja. Ach, ja, we onderbreken hier even Dennis Verheijen. Want ik vond het leuk om straks weer terug te schakelen naar Dennis Verheijen. En dan ziet u hoe ik hem naar bed te brengen. Slaapkamer is hier. Oh ja. Ik doe deze wel even dicht, dan is het een beetje donker nog hier. Ook een ruim bed ook, hè? Heb je? Ja, het is een heel groot bed. Het is wel fijn eigenlijk, ja. Want dan slaap je altijd met z'n tweeën? Ja. Oh ja. Dit is mijn vriend hier. Ik weet niet of ik deze foto mag laten zien van hem, hoor. Maar ik doe het toch stiekem. Oh, met zijn kleine neefje. Oh, wat knap. Maar heeft hij ook niet bij de Mr. Gay-verkiezing? Nee, niet dat ik weet in ieder geval. Dat is een andere vriend van mij, Kevin. Die heeft wel meegedaan dit jaar. Oh ja. En een van mijn ex-vriendjes die heeft een paar jaar geleden ook nog meegedaan. Oh. Heb je zelf, had je nooit neiging om mee te doen? Nee. Ik heb er nooit, nooit over nagedacht. Maar een mooie foto ook. Ja. Dat is New York. Nou, dan gaan we maar in bed stappen, toch? Ja, want wat zijn je normale rituelen eigenlijk voor je nachtgaat? Ja, normaal even mijn tanden poetsen en mijn kleren uitdoen en... Nou, doe dat maar dan. En dan in bed. Oh, ja. Gaan we het hele ritueel doen maar. Ik had eigenlijk even naar de kat moeten gaan voordat je er kwam. Nee hoor. Ik had geen tijd. Doe maar even snel nu, hoor. Ja. Maak er eens. Je bent niet een close, toch, hè? Nee. Ik hou niet zo van close-ups. Nee, ik ook. Ik doe het heel subtiel. Oké, gelukkig. Dat is mijn kracht weer. Oh, god. Kijk je uit. Ja. Zo, en dan het volgende ritueel is altijd dat ik even mijn telefoon aan de lader leg. Die ligt altijd naast me ook, want ja, midden in de nacht kan natuurlijk ook nog breaking news binnenkomen. Maar loopt die dan gauw leeg, je telefoon? Nou ja, die iPhones die gaan wel redelijk snel leeg inderdaad, ja. Oh, als je de hele dag op bezig bent, dan iedere avond ligt die aan de lader. Ja. Oh, mijn microfoon zit hier nog in. Oh ja. Ja, dat is het feit dat je een professional bent. Ja, ik zal hem even zo doen. Ik zal hem bij de hand houden, dan kun je me horen. Ja. Ik ben wel benieuwd naar je gedicht. Ja, ik ook. Zo, en dan de kleren gooi ik altijd een beetje zo. Doe je wat? Laat nog even je lichaam zien. Doe je er eigenlijk wat aan? Nou ja, het probleem is dat ik dus... Ik ben 3 maanden in New York geweest. Dan was ik weer 3 maanden in Nederland. En ik heb in New York wel gefitnessd. Ja. Maar ja, omdat ik heel de tijd heen en weer aan het reizen was, een tijdje niet meer. Dus ik wil weer gaan beginnen binnenkort. Want je hebt echt een heel goed, slank lichaam. Heel sportief. Ja. Nou, dank je. En dat komt, maar heeft het ook te maken met je werk? Dat je... Ja, je loopt toch heel de dag met zo'n camera rond natuurlijk. Ja. Dus ik hoop dat je dat wel een beetje ziet, hoor. Ja, je bent ook gespierd. Nou, zo. Oh, zou je het licht even uit willen doen daar dan? Ja, maar... Je gaat eerst nog even je gedicht lezen. Ja, ik ga het gedicht doen. In deze wereld, steeds harder, steeds wilder, breng jij, Dennis, alles in beeld. Steeds scherper, niet milder. Slaap lekker, mijn Dennis Verheijen, en laat je in een droom door een kleurrijk persoon verblijden. Heel mooi, dankjewel.
Nou, ga lekker slapen. En kan ik doen, even lekker een dutje doen? En ik kom er wel uit. Oh, en ik haal morgen wel de microfoon op. Oké, okay, dan ligt het wel even uit om naar mij dan. Ja, met deze. Doe deze uit. Ja, doe deze ook uit. Dag! Welterusten. Veel plezier, welterusten. Slaap lekker. Doei. Dag. Wat, ik vind altijd een mooi gezicht. Iemand die zo, ja, zo half slaapt. Die rust van de slaapkamer. En de troost van een gedicht. En het komt wel over. Ik heb heel veel reacties op mijn vorige gedichten gehad. En mensen die praten er soms jaren later nog over. Dat ze zoveel steun daaraan hebben gehad. Het zijn ook troostgedichten natuurlijk. Misschien moet ik gaan bundelen ook. Margriet Dolmans troostgedichten.